Ja jongens, vandaag een carrière switch van zanger, presentator, komt er ook nog een keer Mark Koopman bij. Op weg naar Emmen, waar ik dadelijk mijn cd ga signeren bij de grootste cd-handelaar op de markt, Klaas Prent. De man die gewoon gespecialiseerd is in Nederlandstalige muziek, waar alle Nederlandstalige artiesten al een keer zijn geweest. En nu is mijn beurt, vandaag op de markt in Emmen. Ja, en dan kom je aan in Emmen, het is hier al druk. Iedereen is al bezig met fruit hier inkopen en viskraam, alles ziek. En aan het einde van deze markt, want ik word nu de markt overgeloodst, daar staat een cd-kraam. En daar ga ik straks mijn cd verkopen. Maar nu sta ik hier gewoon op de markt. Kijk, de beste fruit hier ook, zie je dat? Allemaal peren, bananen. Bananen ook, hè? Dat zijn ze. Een trosje. Ja, en de cd, hè? Zelfs de marktkoopman heeft Frans Bouwers een cd'tje. Bloemenkraam, alles. Nou, hier is een soort podium gemaakt. Dus dat wordt straks super gezellig hier in Emmen. U heeft de bestemming bereikt. Ja, ondertussen ben ik gewoon mezelf even aan het omkleden. Ik zit hier nu in een soort gigantisch mooie winkel met gigantisch gave kleding. Dus als Maris hier zou zijn, dan zou ze waarschijnlijk helemaal gek worden. En dan zou ze hier gelijk tussen die hangertjes hier allemaal snuffelen om de mooiste dingen uit te zoeken. Achter mij, en dat vind ik wel even leuk om te laten zien, zie je gewoon het dierenpark van Emmen. En dit was volgens mij de vlindertuin volgens mij hier achter mij. Maar dat is natuurlijk wel heel erg leuk, hè? Dat je gewoon een stukje van je jeugd ook nog een beetje zo aantreft tijdens een signeersessie op de markt in Emmen. Maar ik ben wel even blij dat ik hier mag staan, want ik hoor dat buiten zijn er ondertussen al tientallen mensen hebben zich verzameld voor het podium. Deze cd komt op de veilingsite van RTV Emmen voor het glazen huis. Ik ga hem persoonlijk signeren, dus je ziet het is geen valse handtekening, hij gaat er nu onder. En dan hoop ik dat hij straks een prachtig plekje krijgt bij iemand thuis. Wel één restrictie, niet te hard draaien thuis, want we willen geen heil met de buren. Groetjes! Goedemorgen dames en heren, hier op de markt, op de weekmarkt in Emmen. We mogen ons gelukkig prijzen dat we vandaag een topartiest krijgen. Een van de grootste artiesten van Nederland. Frans Bouwer! Hey. Ik vind het ontzettend leuk dat ik hier mag zijn voor jullie. 3 uur in de auto gezeten om hier te komen, maar niet voor niks, want ik denk dat hier een kleine 1500 man staan. Zijn jullie er klaar voor, Emmen? Nog één keer! Ik ben hier in de auto.
mensen. Kom tot zien, kom dit in, kom dit in. Een prachtige zee van Frans Bauer. 14 prachtige nummers uit het leven gegrepen. Echt puur levenslied. Maar we hebben nog meer. We hebben Jannes. We hebben hier mooi warm. Kom kijken, kom kijken. De beste platen nu in de aanbieding bij Klaas Brent uit Ruinen. Zitten we in de auto. Ongelooflijk wat ik net meemaakte weer in Emmen. Honderden mensen hadden zich verzameld voor het nieuwe album Geluk, Hoop, Liefde. Heel eerlijk, ik weet ook niet wat er allemaal gebeurt de afgelopen week. Maar het is echt mega, mega fantastisch. Alle fans die zijn geweest, bedankt voor het komen naar de markt hier in Emmen. En alle kijkers van de vlog natuurlijk zoals altijd. Bedankt voor het kijken en tot vlogs. Groetjes! Yeah! Nieuwe bouwengeluid, mensen!